Ik ga weer voor 3 keer chocolade, denk ik. Ik altijd alleen maar citroen. En hallo, het is die kant. Het is die kant. Het is die kant. Albert, het is die kant. Nee, Rachel, deze kant. Nee, het is die kant. Het is wetenschappelijk bewezen dat mannen een beter richtingsgevoel hebben. Dus je kunt echt maar beter met mij meegaan. Dus jij beweert dat jouw richtingsgevoel beter is dan dat van mij? Ja, zeker weten. Albert, er is niks mis met mijn richtingsgevoel. Oh, nee? Nee. Nee? Dan gaan we maar eens even zien dan. Kom, deze kant. Huh? Rachel, kijk daar eens. Een mais. Doolhof, ja. En daar is de uitgang. En als ik daar het eerste ben, dan krijg ik 3 bolletjes ijs van jou. Dat is goed. Ik ben gek op wedstrijdjes. Ja? Maar als ik win, dan heb ik bewezen dat het onzin is dat mannen een beter richtingsgevoel hebben. En 4 bolletjes ijs. Oké. Ik ga toch winnen. Klaar! Niet daarheen, daar moet ik ergens heen. Deze kant op. Oh. Uitgang is daar ergens. Wat zal ik doen? Nog even zo. Albert. Rachel. Mannen hebben een beter richtingsgevoel. Nou, je ziet al direct dat dat dus niet klopt, want jij komt daar vandaan en je moet hier vandaan komen. Sorry hoor, maar ik ben daar natuurlijk op weg, want daar is de uitgang. Weet je, we vragen het gewoon aan iemand die er verstand van heeft. Aha, eindelijk een vrouw die er verstand van heeft. Dit is Ineke. Zij is neurowetenschapper en weet dus heel veel over hersenen. Wie is er nou beter? Mannen of vrouwen? Met richtingsgevoel? Ze doen het anders. Anders? Niet anders. Maar wie is er beter? Nou, dat hangt er vanaf. Ze doen het op een andere manier. En dat kan je hier in het brein zien. Ik zal hem er even uithalen. Dan gebruiken de mannen met name hun hippocampus. Een stukje van de hersenen wat hier zit. Een beetje zo voor je oor. En daarmee kun je heel goed je voorstellen hoe de ruimte eruit ziet. En dan krijg je ook een gevoel voor die grote bomen, die uitgang zijn die kant op. En vrouwen die gebruiken veel meer hun parietaal schors. En dat zit meer hier aan de bovenkant. En daarmee kun je heel goed onthouden waar dingen zijn ten opzichte van jezelf. Wat je tegenkomt onderweg. Die hippocampus, die zit hier. Hebben vrouwen die überhaupt niet? Of ja, gebruiken ze hem gewoon? Iedereen niet? Heeft hem. En als je hem oefent en er vaker over nadenkt van goh, waar zijn die hoge bomen, waar is die uitgang? Dan kun je het oefenen. Dan word je er beter in. Maar we zijn nu in een maisdoolhof en er zijn geen herkenningspunten. Ja, ik heb trouwens wel herkenningspunten gezien. Ik zag zo'n pompoen en een gietertje en nog zo'n stoeltje. Weet je wat, Albert? Mm-hmm. We gaan gewoon even een beetje verder. Jij gaat lekker dat gangetje in, waar je al vandaan kwam. Ja. Dan ga ik even de uitgang vinden hier. Bedankt, Ineke. Hey, je komt er wel uit, hè? Natuurlijk. Oké. Nu we weten hoe het richtingsgevoel bij jongens en meisjes werkt, ben ik benieuwd hoe Albert en Rachel de weg gaan vinden. Mijn gevoel zegt dat daar de uitgang is. Terwijl ik dat gat in de bomen nu daar zie. Dus er is iets een beetje misgegaan, denk ik, in mijn hoofd. Kom op, Albert. Gebruik je hippocampus. En Rachel? Rachel? Let je wel goed op wat je allemaal om je heen ziet? Rachel? Huh? Wie denk jij dat er gaat winnen? De snelle Rachel of de oplettende Albert? Kijk, nou voel ik dat ik deze kant op moet. Ah, ik ben er al. Ja. Hallo. Hi. Nou, best wel goed gedaan. Zeker. Is Albert er al? Die heb ik nog niet gezien. Huh? Ik sta al 5 minuten hier. Heeft zij gewonnen? Ja. Huh? Mijn hippocampus is duidelijk beter ontwikkeld dan die van jou. Zeg me, eerlijk, hoe heb jij gewonnen? Gewoon. Rachel, ik duw je het mais in hoor. Zeg eerlijk, ik geloof het gewoon niet. Ik heb vals gespeeld. Heb je vals gespeeld? Nee. Wat heb je gedaan? Oké, fijn. Ik heb met mijn rechterhand elke keer de rechtermuur soort van aangeraakt en dan kom je vanzelf bij de uitgang. Dat is een hele. En hoe wist je dat dan? Internet.
Oké, maar jij krijgt dus helemaal niks. Jij gaat mij gewoon al 3 ijsjes trakteren. Oké, fijn. Ja. Ik heb toch al een slecht richtingsgevoel. Zo, hé. Hey. Proost, hé. Cheers. Hallo, deze kant. Meer weten over richtingsgevoel? Check dan de site.